Ah, ik haal even mijn collega erbij. Moment. Welkom bij autobedrijf Jan Hop, officieel Chrysler en Jeep dealer. En mijn naam is Chris en ik ga jullie meer vertellen over de allergrootste plug-in hybrid MPV die in Nederland te koop is, de Chrysler Pacifica. Als eerste natuurlijk de ruimte. U bezit nou op de bestuurdersstoel, dan hebben we nog een passagiersstoel, twee captain chairs in het midden en een riante bank achterin. En nog wat laadruimte. Laten we daar eerst eens eventjes naar gaan kijken. Naast de 7 ruime zitplaatsen hebben we ook nog laadruimte voor 7 man. Wel zo handig op vakantie. Alleen, ja, hoe ga ik u dat nou in een film duidelijk maken? Nou, daar heb ik wat op verzonnen. Ik had namelijk nog wat verstopt voor u, om te laten zien hoe ontzettend ruim deze auto is. Dit past dus al onder de dorpel erin. De volledige hoogte, de volledige kratjes kunnen er met gemak op deze manier in. Meet u dat maar eens even thuis na, hoe ver u komt in uw auto. Als u dat netjes zo opstapelt. En wat wil je nou echt als je lange afstanden rijdt, en zeker op vakantie? Dat is een Adaptive Cruise Control en dan liefst radar gestuurd, zoals deze, zodat die optimaal werkt. Uiteraard een navigatiesysteem, lane assist, dat die netjes in de lijntjes blijft. Entertainment voor de achterafdeling. Dus deze 7-persoons reisauto heeft 290 pk in een mooie dikke 6-cilinder verpakt. En een elektromotor die aan de versnellingsbak vastzit. Een genot om mee te rijden. Een range van 700 kilometer. Dus naar Spanje hoeft u 1 keer te tanken. Een verbruik van 1 op 20 als u gewoon netjes plugt. Zet hem thuis of aan de zaak aan de stekker. Maximale elektrische range 50 kilometer zoals alle EV's. Persoonlijk rij ik er nu 3 jaar in. Mijn enthousiasme is groot. Voor de achterpassagiers een eigen Climatronic met speciale ventilatieopeningen. 4 stuks alleen al voor de mensen achter. Ideaal als je kinderen hebt die snel reisziek worden, want verse lucht voorkomt dat. We zetten hem een paar tandjes kouder, misschien nog een beetje harder en weg reisziek. En een mooi panoramadak in 2 delen. Wat open kan voor alle 7 de personen. Als ze dan toch blij zijn en niet meer wagenziek. Mooie geïntegreerde dakdragers voor de keybox, als je die nog nodig hebt. Of de surfplank, de fietsen, u zegt het maar. Oh, en als je nou echt je handen niet vrij hebt, maar je moet er toch in. Doe je zo. Schiet op, schiet op, schiet op. Oh, wat fijn. De laadruimte die kan nog veel groter worden als dat die al is, als u met slechts 6 personen weggaat. Voilà. Of gaat u met z'n 4 op pad, dan heeft u deze zeeën van ruimte. En ook net zo makkelijk klap je hem weer terug omhoog als er weer mensen mee moeten.